What's up guys, it's Michael and Yannick over here from Calisthenics Family, and today it's a very big day and probably one of our biggest achievements so far, because it is time for the official opening of our Calisthenics Park in Nijmegen. As you can see, we are in the car, we are on our way to the park right now. We have our car full with equipment, with stuff, with a party tent, and today we are the organizers of the event. And yeah, we're going to have just an awesome day, first of all, and next to that we also organized a calisthenics demonstration by some really, really good athletes. So that is going to be really, really epic. And yeah, we're just gonna have a epic day, and today we're going to take you with us. So stay tuned and enjoy the video, guys. Guys, so just a quick update, we are here at the park. It's almost time to start the official opening. Yes, yes, yes. And in a few minutes we are going to have a sick demonstration by all the athletes over here. So let's do this. Nou, ik ben dus Michael. Ik ben initiatiefnemer voor dit Calisthenics Park. Samen met mijn broer, initiatiefnemer. Ongeveer 3 jaar geleden ben ik zelf begonnen met de sport Calisthenics. Toen ben ik begonnen in mijn achtertuin met ongeveer 1/8 van wat we hier hebben. Een pull-up bar in de stang, in de tuin en een diprek. En toen was onze droom om zoiets in Nijmegen te gaan realiseren. Aangezien er nog nergens echt in Nijmegen een centrale plek is waar wij zo'n toegankelijke sport konden beoefenen. En nu 3 jaar later staan we dus hier met z'n allen om die droom waar te maken van ons. En dit hebben wij natuurlijk niet alleen kunnen doen. Daarom wil ik ook een aantal mensen bedanken. Verder hebben we dus ook een mooi programma staan vandaag. Zometeen allereerst de officiële opening. Daarna een gave demo waarin we dus echt laten zien wat je kan bereiken met het trainen met je eigen lichaamsgewicht. Het begint bij de basis, een push-up, een pull-up. Het is allemaal vrij simpel. Maar het leuke aan deze sport is dat je het zo uitdagend kan maken. En ja, ook gewoon heel erg kan groeien. Zowel fysiek als mentaal eigenlijk in deze sport. We hebben ook nog wel een aantal wedstrijden die we gaan doen met z'n allen. En tot slot staat het vandaag in het teken gewoon van samen sporten en veel van elkaar leren. Mijn naam is Vincent Verhoef, voorzitter van de Nederlandse Calisthenics Bond. En waar je nu kijkt is niet zomaar een park. Het is een park wat staat voor een groeiende sport. Maar ook een sport wat een Olympische aspiraties heeft. En hoe mooi is het als je atleten kunt trainen vanaf een prachtig park, van buitenspelen naar de Olympische Spelen. Het begint hier. Daarom staat dit park voor zoveel meer. Voor zoveel jongeren, en zoveel meer talenten en zoveel meer toekomstmogelijkheden. Dat dit een voorbeeldpark is voor heel Nederland. En vandaar dat we ook samen met Calisthenics Family en Barmenia hebben gekeken van hoe kunnen we vanuit veiligheid de sport optimaal beoefenen op een park waarbij van allerlei verzetten rekening wordt gehouden, zodat sporters ook echte atleten worden. En vandaar dat het park ook gecertificeerd is namens de bond. Zoals gezegd, ook een voorbeeld. Ook voorbeeld voor Nederland en voorbeeld voor de toekomst. En ja, de jeugd is de toekomst ook. Dus ook hopelijk dat hier vandaan ook Olympische atleten zullen ontstaan. En wat voor sport, dat maakt niet uit, omdat calisthenics ook de basis is van je eigen lichaam, je eigen kracht en je eigen mogelijkheden. Dus sowieso dank aan jou, Yannick, prachtig park, ook naar Barmenia, ook de gemeente, in het het realiseren van deze droom. En we hopen natuurlijk ook vanuit de bond dat iedereen met heel veel sportplezier hiervan gebruik maakt. En wie weet dat we jullie ooit eens op een toekomst zien in een wedstrijd of wat dan ook. Dus heel veel plezier in ieder geval. Ja, zijn we zover? Ja. 1, 2, 3. Oké, dames en heren, dan is het nu tijd dus voor de Calisthenics demo. Wat gaat er gebeuren? Een aantal atleten gaan dus laten zien wat je met Calisthenics kan doen.
je mag dadelijk ook gewoon zelf, als jij ook iets wil laten zien. Het is freestyle, dus iedereen mag dadelijk om zijn beurt gewoon wat dingen doen. Er zijn geen restricties, niks. Laat gewoon zien wat je kan en dan gaan we een mooie dag van maken. Let's go. That the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And forget it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in there. Damn man, I'm all bad, yeah, I'm all bad. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall. Wanna do the same thing, yup. That's why we ain't on the same page. No. Do my own thing, and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Het is tijd voor wat wedstrijdjes. We gaan wat leuke wedstrijdjes doen waar iedereen aan mee kan doen. We beginnen met een handstand. Dus maximale handstand. Allemaal tegelijk. En dan gaan we kijken wie het langst in de handstandpositie kan blijven staan. 5, 4, 3, 2, 1. En let's go. Als je afgaat, herstel heel snel in het begin. 40 seconden, hou vol. Hou vol. Even een 10. 2 minuten. Twee, 2 minuten. Oh, wat is jouw? Ja. Oh, lekker, we hebben de winnaar. Sally up, bring Sally down. Bij de up ga je omhoog in de push-up, bij de down ga je naar beneden. Voor de mensen die geen push-up kunnen doen, kan ook op de knieën. Tot iedereen mee gaat doen, ja? Iedereen die mee. Oké, planken, zo lang mogelijk volhouden in de plankpositie.
Zodat iedereen ook mee kan doen, want sommige oefeningen zijn hier nogal zwaar. En we willen natuurlijk dat iedereen ook mee kan doen vandaag. 4, 3, 2, 1, en go! Alright guys, so just a quick update, we did a push-up challenge, Bring Sally Up push-up challenge, which was really, really epic, and we also did a plank challenge. The record was 10 minutes, so that was really awesome, and now it's time to just chill out, to train and just learn from each other. So that's what we're gonna do now for the last 2 hours, and just having some fun, so stay tuned. Alright guys, so it is 6 o'clock now and the park is almost empty, everyone is gone, and we had just, I think, one of the best days ever in our life. This was definitely our dream coming true today. From you guys, some of you have been following us maybe for a long time, and maybe you have seen that we started calisthenics in our own backyard with just one pull-up bar and one dipping station. And our dream was to create a calisthenics park, not only for us, but also for people in our hometown in Nijmegen, and to show people what you can do with bodyweight training and how you can challenge yourself with this sport. And that definitely happened today. So that is something that we can be really proud of, and that we are for sure. Also, it was a really, really nice day today. The people, the amount of people that showed up today was insane. It was almost, I think, maybe over 100 people in total. It was even more than our previous bar jam that we had in September. So that was really, really nice. And also all the athletes that showed up today, the level was so insane. We had people that were really, really good in statics, in dynamics, in freestyle. We even had our national champion right here today. Shout out to Tommy Gilling. He did a really nice demonstration today, and yeah, it was just the best, one of the best days of our life. So for everyone that is watching this video right now, we want to thank you. We want to thank all our subscribers on YouTube, because without you and without all the support, we would never have been able to create the calisthenics family and to create this park. And also we want to thank all the athletes and all the people that showed up today and worked together with us to make this happen. And at last, I want to say thanks to MyProtein, our sponsor, who took care of all the foods and all the drinks today. So thank you guys for that. All right guys, and one last thing that I also want to mention: if you are watching right now and you have also a dream to create your own calisthenics park in your own hometown together with your own government, we actually created a collaboration together with our supplier Barmania Pro, and together with Barmania Pro we created a full step-by-step plan to create your own calisthenics park together with your government. It doesn't matter where you're from, it can be from the Netherlands but also from Belgium, Spain, France, doesn't matter. If you are interested in this, then make sure to send an email to info@calisthenics-family.com, and then we are going to help you to create this dream as well. And I think that's it for this video. I hope you guys liked this video. If you did, please put a thumbs up so you help us grow this channel, and then I'll catch you guys in the next video. Peace out guys.